Goedemorgen. Ik heb mijn eigen verslapen, jongens. Want ik had dus eigenlijk het plan om 6 uur al uit de box te varen. En dat in verband met het weer. Maar gelukkig word ik gespaard. Want het is nog steeds redelijk weer. Alleen het is nu bijna 7 uur. Ik heb mijn koffie al staan. Zonder koffie wordt er echt niks gedaan. Ik ga nu naar boven. Ik ga de boel losgooien. En we gaan vertrekken, joh. Die kan ik niet meer vergeten. Kijk, zo zie je toch een reet. Ik ga hem even opengooien. Kijk, daar liggen mijn buren. Heel gezellig gisteren even mee gezeten. Ze zouden me misschien nog uitzwaaien, maar ik denk dat ik lekker nog kies om op het mandje op een bedje te blijven liggen. Ik zwaai in ieder geval mijn buren uit. Ik moet even sturen, jongens. Dan schaart het helemaal fout, hè. Nou, hè. Nou, dag buurtjes. Tot de volgende ronde. Kijk, jongens, wat een zonnetje, hè. Ochtendstress, jongens, ochtendstress. We zijn het vak uit. Lekker, man. Maar wat een plaatje, hè? Dat zonnetje zo, de lucht, joh. Kijken. Ja, dit is... Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, want dit is onze redder in nood. Want eigenlijk... sliep ik een beetje door de wekker heen. Jij hebt mij wakker gebeld. En ja. Wel top, hè? Ja, dat zou ik in elkaar een beetje helpen. Ja, echt. Safe bij de bel. Zeker. Nu is hij helemaal groen. Nou, geef even flink gas bij. En dan schieten we er zo doorheen. Ik word nou afgevuurd als een raket. Ja hoor. Helemaal gaaf. Kijk, het bruggetje gaat weer dicht. Mooi hè, eerste brug zit erop. En zo zijn we lekker onderweg. Gaat goed. Uurtje varen nu. Ah, dat is hier een goede afspraak. Er is er nog eentje die dacht, mooi moment om te vertrekken. Het is natuurlijk ook zaterdag, kwam ik net achter. Ja, deze gaan er lekker vroeg op uit. Leuk. We zitten nou bij de Meneba. Dat was vroeger, hier werd ook gewoon brood gemaakt, hè. Daar was ik dus vroeger, kwam ik hier al voor onderhoud aan een lift. En dan kon je beneden, hadden ze zo'n bakkertje die dus broden maakte om te testen. Maar dat waren gewoon goede broden. En die kon je dan echt voor een kwartje toen de tijd, volgens mij 25 eurocent, mochten we dan een brood meenemen. Moest je hem alleen wel even zelf snijden. Ja, dat was natuurlijk helemaal gaaf. Hoe verser als dat kon niet. Maar momenteel is het helemaal buiten dienst. Maar wat een mooie tijd was dat. Hier bij de Meneba, bij die grote silo's die je daar ziet. Dit is de Prins Klausbrug. Die is 7 meter hoog, dus antennetjes, alles kan blijven staan, kun je zo onderdoor. Ja, beroepsvader die staat even te spuien, die gaat even je pootje omgooien denk ik. Of hij gaat gewoon vertrekken. Maar ik merkte het even aan de stroming, want die verplaatst nogal wat water, maar kijk. Dat ziet er pittig uit, of niet? We komen nu weer bij die nieuwe Zaanbrug. De vorige keer was die nog soort van buiten gebruik. En nu gaan we hem echt in werking zien. Er ligt hier ook even een stukje bouwwerk, jongen. Van Hebo staat erop, met een hele grote kraan. Als ik straks geen plek kan vinden in Zaanstad, dan heb je kans dat ik hier langs de kade ga. Want je hebt hier alles. Je hebt hier ook gewoon een watertappunt. Ruimte zat, er ligt er eentje momenteel en de rest is helemaal vrij. Dus we kunnen hier altijd nog een nachtje doorbrengen. Want ik heb afgesproken met Arnoud, die is van een ander kanaal en die komt dan langs, die wil een interview afnemen. En ik had dan als verrassing dat we de Zaanse Schans in zouden gaan. Dus dan liggen we meteen om de hoek van de Zaanse Schans, kunnen we gelijk een hele mooie video maken. Even het gas erop. Gas erop.
Helemaal nog glimmend hoor, die brug. Helemaal goud. Maar ja, ging weer goed. Ik vaar natuurlijk wel weer als een bezetene. Alsof ik haast heb. En dat heb ik helemaal niet. Want het is prachtig weer. En we liggen eigenlijk onwijs op schema. Dus ja, gaat lekker. Het gaat echt lekker. We zijn dubbel gaan liggen, dat hebben we natuurlijk geleerd bij Johan. Ja, het wordt gewoon gezellig hier. We hebben nieuwe buren erbij gekregen. Er wordt wel goed voor jullie gezorgd zo. Hier voor een broodje met een koffie is er ook. Ja, goed hè. Waar gaat de reis heen eigenlijk? Als het goed is naar de Roef. Naar de Roef? Dat je haventje daar even. Kan wel lekker waaien daar nu. Nou, op het jaar. Ja. Ja. Oh ja, daar ziet het ook mee. Ja, het windje trok aardig op. Ja. Op het Alkmaarder meer. Je mag die boot neerleggen, wij gaan hem. Ja, ik ga verkassen hoor ik net. Jullie gaan ook verkassen. Hé, hey, nou een hele fijne middag nog. Ja, fijne tocht, ja. Fijne vaart. Zullen we vanmiddag zwaaien als we langs gaan? Ja, helemaal goed. En nog een toeter ook, of niet? Ja. Sorry? Heb je een toeter? Ja, maar die lucht. Oh, zo'n luchthorentje. Gewoon een ouderwetse, ja. Ouderwetse koperen nog. En als je niet wil een geintje ligt te slapen, dan wil ik hem nog wel eens terug pakken. Dat wil hem wel pakken, ja. en om dan even te gebruiken. Nou, hey, kerel. Heel veel plezier. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag, ja. Ik zal kijken of ik jullie voorbij zie komen. Ja. Doei, doei. Hoe was dat, hè? Die mensen waren er. En 9 van de 10 keer zijn mensen in de watersport altijd wel even in om een praatje te doen. En super gaaf. Die zijn ook even lekker aan het genieten. En dat moet je gewoon doen. Als het mooi weer is en je hebt de kans, moet je dat benutten. Ook weer wat moois voorbij, joh. Even kijken. Lachen, hè? Mooi ding. Het is de volgende dag en Moos is een fietswinkel van vroeger hier in de buurt. En dat is tegenwoordig omgetoverd tot een museum. En ik ga daar filmen vandaag. Ja. De meeste mensen denken dat ik gezellig in broekers gemaakt heb, maar ik heb er wel 14 staan. Ja. Ja. Dat breng je ook en dit. Een paar motorfietsen. Dat is wel leuk. Ja. Omdat er zoveel te zien was, maak ik hier een aparte video van. Dus dit is even een sneak preview van dit museum. Het locomotief, al die fabrieken gingen samen, gingen naar de knoppen. Ja. Overgenomen, een Junker, de gezellen had dus JLS. Vroeger in de ochtend. He? Wat een uitzicht he, achter me. Ja, we hadden het natuurlijk onderweg al verteld he, dat we bezoek zouden krijgen. Nou, we hebben een soort behind the scene hier. Oh, nou, het is hier bezig. Lekker man. Lekker bezig. Ja. Dus wil je meer zien van deze video? Moet je even bij Arnoud gaan kijken. Tiny Doku. En dan zie je het hele interview van mij hier op de boot. Is toch super. Echt leuk. Even later krijg ik een telefoontje van mijn moeder. Het is mijn vader. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat niet goed met hem. Op dat moment bel ik gelijk iemand die in de buurt is om mij weg te brengen naar het ziekenhuis. En vandaar krijg ik het slechtste nieuws aller tijden te horen dat mijn vader het niet gaat halen. Gelukkig heb ik deze mooie herinneringen met mijn vader mogen maken.